Ja, zo te zien gaat het lukken vanavond. We zijn in elk geval live. Ik wacht even tot de mensen binnenkomen. Ik ga ook even kijken of ik mezelf terug kan kijken. Dus ik laat hem even zo rustig staan. Oké. Leuk, ik zie dat er al een aantal toch online zijn, ondanks dat het een raar tijdstip is, etenstijd, ik weet het. Maar dit kwam er het beste uit, want ik heb vanavond nog weer een afspraak om 8 uur, dus dan gaat het niet lukken. Leuk dat jullie er zijn, ik hoop dat jullie me horen, want mijn snoertje van de luidspreker was niet helemaal, zat niet helemaal lekker, dus ik hoop niet dat hij beschadigd is. Mooi, leuk dat jullie er zijn. Top, ik ga beginnen. Wat gaan we vanavond doen? We gaan vanavond een kaartje maken zoals dit voorbeeld. Ik weet niet of die helemaal hetzelfde wordt, maar dat lukt ook meestal niet met zelfgemaakt, want dan gaat het toch altijd weer net iets anders. Dus top, leuk dat jullie zijn. Dit kaartje hebben we gemaakt met de nieuwe Alcohol Pearl Ellington. En dat is het achtergrondje. En het achtergrondje heb ik gedaan met Alcohol Pearl Ellington op de Luxury Centura Pearl Cardstock van Crafters Companion. Fresh White. Dat is een beetje ook al een beetje glimmend papier. En dat versterkt juist nog een keer extra de glim in de pearls. Nou, dit leg ik even apart. Ik laat je eerst zien. Er zijn 12 nieuwe kleuren binnen. En wat is er nu anders aan de pearl inkt en alcohol pearl inkt ten opzichte van de gewone alcohol inkt? De alcohol pearl inkt zijn weer iets dekkender en er zit een glimmertje in. Ook zit er een balletje in het flesje en je kunt het eigenlijk misschien wel zien. Er zit een bezinksel in. Hier zit gewoon de alcohol inkt in en hier zitten de pearls onderin, dus een soort mica. Wat er, zoals men dat zegt. En dat moet je schudden voor gebruik dus. En er zit een palletje in en het duurt altijd even voordat je die hoort. En op een gegeven moment hoor je hem klikken. En dan weet je dat hij aan het mengen is. Nou, en dan ga je dus de alcohol in mengen. Komt de peultjes en de pearl, dat komt helemaal door de inkt heen en dan kun je hem gaan gebruiken op je papier waar je het op wilt gebruiken. Alcohol inkt doe je altijd op niet poreus papier en nou is dit niet super glad. Het is wel licht poreus, maar het werkt wel heel goed met de pearls. Ik heb het ook even met de gewone alcohol inkt gebruikt en dat werkt dit papier weer niet. Dan moet je echt de Juppo of de Chromolux gaan gebruiken. Dus dat is even het verschil. Ook werken natuurlijk de Pearls werken ook heel goed op de Chromolux en op de Juppo. En ze hebben ook daar nog drie speciale papiersoorten voor. Wat ook een beetje zilverglimmend is. En mat zwart cardstock. Dat is ook het voordeel van de Pearls. Je kunt ze ook op zwart speciaal alcohol inkt papier gebruiken. Dus want dan zie je het ook. En dat wil met een gewone alcohol inkt en weer niet. Dus dat is wel even een verschil om even goed op te letten. Nou, 12 kleurtjes. Ik ga vandaag 2 kleurtjes gebruiken. Niet deze 2. Maar ik laat ze toch even in beeld komen. Dan zie je een beetje wat voor kleuren er zijn. Mooie roze tinten en een fuchsia-achtige nog. Dan is er nog een hele mooie mineraal. Dus een bruine tint. En de Envy is ook nog een groene tint. En ik vind het toch wel knap dat jullie allemaal je eten laten staan voor mij. Dat vind ik echt geweldig. Super. Leuk hoor. En misschien hebben jullie het ook al wel op. Ben je of iets eerder begonnen of je gaat iets laten eten. Ik ga ook iets laten eten. Manlief staat nu de piepers te koken. Dus ik hoop dat het goed gaat. Oké. Dit is nog oranje. Een beetje terra-achtig. Splendor en Smolder is een beetje mushroom. Een bruinige tint. En dan laat ik even zien waarmee ik de Hello Baby kaart heb gemaakt, de achtergrond. En dat heb ik met deze 2 kleuren gedaan. Dat is de Alchemy en de Deception. Dus daar krijg je deze hele mooie combinatie van. Als je hem gebruikt op de manier zoals ik nu ook
zo meteen laat zien. Nou, die Hello Baby kaart gaat aan de kant. Ik heb dus een stukje cardstock Luxury Centura Pearl van Crafters Companion gepakt. En dat is een heel klein stukje. Dat is 8,5 bij 9,5 centimeter. Dat is genoeg voor het achtergrondje. Dan heb ik nodig een inkblending tool met een filtje. Die filtjes gebruik je specifiek voor de alcoholinkten. Dat deed je ook al met de gewone alcoholinkt. En dat kan je ook met de alcoholpulinkt doen. Dan heb ik nog nodig blending solution. En die blending solution die heb ik in een spuitflesje zitten. Dat is de NTC blending solution. Je kunt ook de blending solution van Tim Holtz gebruiken. Maar dan heb je geen spuitje. En hier zit een spraytuitje aan. Nou, deze twee kleuren ga ik gebruiken. De Tranquil en de Sublime. Ook die moet ik nog even shaken. Tim Holtz gaf als tip om deze flesjes, als je kunt, liggend te bewaren. Het voordeel is dat je dan niet zo lang hoeft te schudden om hem te gaan mixen. Dus vandaar dat ik deze ook al neer had gelegd. Maar ik moet ze wel even schudden voor gebruik om ze te kunnen gebruiken. Omdat er dan de pearls goed doorkomen. Nou, je hoort me schudden, ik zal niet te veel in beeld schudden, want dan zie je mijn hand alleen maar heen en weer gaan. En dat is misschien ook niet echt de bedoeling. Nou, dit is goed gemixt. Waar begin ik mee? Ik ga het pulpapiertje een klein beetje sprayen. Gewoon 1 of 2 spraydotjes. En ik ga het filtje op mijn inkblending tool ga ik ook sprayen. Dan neemt hij wat makkelijker de inkt op. Dan haal ik van beide flesjes het dopje af. En ik doe een paar druppeltjes van de Tranquil Pearl op het kussentje, op het filtje. En op de witte plekjes ertussen doe ik een beetje van de Sublime. Nou, en wat ik nu ga doen is heel eenvoudig. Ik dep door middel van een beetje af en toe een wat kerende beweging de inkt op de pearl cardstock. En dan is het al klaar. Nu gebruik ik een klein stukje. Normaal gebruik ik eigenlijk altijd een wat grotere achtergrond. En dan maak ik dat in 1 keer klaar. En dan kan ik daar stukjes uitsnijden wat ik nodig heb. Maar voor jullie laat ik het nu even op het stukje zien wat ik vandaag eigenlijk nodig heb. Ik vind het altijd zonde als er nog wat overblijft wat ongebruikt is. Dus dan kun je het eigenlijk nog beter even snel op een volgend stukje doen. Kijk, die heb ik dan al weer mooi klaar voor een ander kaartje. Ja, en zo heb je heel snel een achtergrondje klaar. Dit is een van de meest eenvoudige technieken met de alcoholinkt. En er zijn een legio om te doen. Afgelopen zaterdag was Bianca bij ons en die heeft ook al met deze pearls gewerkt. Ondanks dat ze ze nog niet eens zelf had kunnen testen, hebben we het toch geprobeerd. En de mensen in de groep die waren ontzettend enthousiast over. Die hebben weer een andere techniek gedaan. Nou, zo kun je er lekker mee spelen en ik zal binnenkort nog een techniek laten zien, maar vandaag is het deze. Gewoon om iedereen te laten zien dat je heel snel met alcoholinkten kunt werken en dat je gewoon een hele leuke achtergrond daarmee kunt krijgen. Nou, de plaat van Tim Holtz is heel makkelijk schoon te maken met een iets vochtig doekje. Even weer met een oude handdoek eroverheen. Zo, klaar. Nou, dit is het begin. Dan ga ik even kijken welke het mooiste is geworden. Ik vind die het leukste geworden. Dus die gaan we gebruiken. Die ga ik in reepjes snijden. En dit kaartje was dus 9,5 bij 8,5. Je zorgt dat de korte kant tegen de snijkant aangaat. Of in elk geval die ga je snijden. En ik ga eerst een strookje van 0,5 centimeter snijden. Het voordeel van dit snijapparaat is dat je ook heel makkelijk aan de bovenkant nog, omdat je daar nog een centimeterverdeling hebt, kunt zien hoe je snijdt.
Dus als ik hem hier tegen de halve centimeter aanleg, dan weet ik ook dat ik een halve centimeter af ga snijden. Dat is één strookje, die leg je voorzichtig aan de kant. Dan maak ik een strookje van zo'n anderhalve centimeter. En ook die snijden we weer. Die leg ik daaronder, zodat ik ze wel op volgorde hou. Dan zie je dat zometeen wel aan de grootte, want ik had natuurlijk verschillende groottes. Dan de volgende ga ik ongeveer op 2,6 centimeter, 2,7 centimeter. Komt niet zo heel precies. Sorry. En ook die ga ik leggen. En dan hou ik nog één strookje over. En dat is mijn laatste strookje. En dan heb je eigenlijk al je basis van de kaas is al bijna klaar. Dit ga ik plakken op een ondergrondje. Gewoon zwart kaartstok. Nou, moet ik daar even een wit papiertje onder leggen, anders zien jullie hem niet meer waarschijnlijk. Zo. Ik pak even een iets groter stukje papier. Maar deze heb ik zo meteen nodig. Die gevouwen en dan wil het plakken niet zo goed. Daar ga ik de strookjes opplakken. Ik doe dat gewoon met de Tombow lijmpen. Dat kun je natuurlijk met elke willekeurige lijmpen doen. Ik heb dit stukje is 10 centimeter bij 9,5. En je zult zo meteen zien dat het stukje van 9,5 dat ik daar nog iets van af moet halen. En dit ga je nou gewoon strak verdelen. Dit is altijd mijn manier van plakken. Ik gebruik hiervoor wel lijm en geen dubbelzijdig tape. En waarom? Omdat ik met lijm kan ik nog iets schuiven. Dus als het dan niet helemaal recht zit, dan kan ik nog iets schuiven. En dat kan je met tape eigenlijk niet meer. Of je moet op je tape ook nog een beetje lijm gaan doen. Maar ja, dan is het weer dubbelop. Die erboven. En het laatste. En dan loopt hij ook alweer mooi door. En vooral met dat dunne strookje is het altijd lastig om hem mooi erop te krijgen. Het is altijd even een precisiewerkje. Maar het is weer gelukt. Die kan nog heel iets. Ja, zo. Nou, je ziet de bovenkant heb ik nog iets over. Maar dat kan ik zo meteen nog weer afsnijden. Met een snijlineaal. Daar wacht ik even mee totdat het goed droog en vast zit. Dit leg ik even aan de kant. Ik wil er vandaag een mannenkaart van maken. Misschien hebben jullie al wel gezien dat ik twee voorbeelden had gemaakt eigenlijk. Eén voorbeeldje is trouwens al bij de ontvanger. Want ik had een jarige in de familie. Dus die heeft hem ontvangen als het goed is. Ik ga een mannenkaart maken dit keer met een groene achtergrond. Ik zal straks nog even uitleggen hoe je met die Hello Baby kaart verder kunt doen. Maar ik pak een klein stukje aquarelpapier of gewoon stempelkarton. Het is maar net wat je hebt liggen. Ik ga zo meteen inkleuren met zicht. Dus dan is aquarelpapier beter. Ga je met een andere inkleuren, dan kun je natuurlijk ook ander stempelkarton gebruiken. Maar zo gauw je met zicht gaat werken, kun je het beste aquarelpapier gebruiken. Ik heb gewoon het waterart van Kippers gebruikt. Nou, met de stamping tool werkt natuurlijk het makkelijkste. Stempel erop leggen. Gebruik meestal gewoon een restje als ik niet een heel groot stuk nodig heb. Dus dit was ook een klein restje van aquarelpapier. En dat ga ik beinkten met of met zwarte stason of met eigen geval. Dat kan allebei.
Als het maar watervaste inkt is, omdat je dus gaat inkleuren met zichts. Dan heb je dus watervaste inkt voor je stempelafdruk nodig. Omdat de zicht is op waterbasis, zou je dan waterbasis je afdruk maken. Ja, dan gaat het natuurlijk niet goed als je gaat inkleuren, want dan ga je mengen. En dan krijg je echt troep. Nou. In principe is deze afdruk perfect. Zo de eerste keer, hoeft niet donkerder. Dus dit mag aan de kant. Nou gaan we weer op de snijplaat gaan werken. Goed, ik zei al, ik ga deze inkleuren met zicht. Nou, dat past nou een beetje bij de achtergrond. Een beetje groenige tinten. Dus ik vind dat die man ook best wel een beetje een groenig jasje aan mag. Die ga ik gewoon met turquoise green, dus 042 van zicht, inkleuren. Omdat die stempel of die jas eigenlijk best wel donker is van zichzelf en de schaduwen er eigenlijk niet in zitten, hoef ik hier niet heel erg goed mijn best op te doen. Dit kan je heel snel inkleuren. Het is bij die baby wel anders. Dan moet je echt wel even kijken hoe je dat gaat doen. Deze stempel is trouwens ook van Carabel. En dat had je waarschijnlijk al gezien aan het hoesje wat er vanaf kwam. Het is een van de nieuwe stempels van Carabel. Die onlangs weer bij ons zijn binnengekomen. Ja, Carabel heeft gewoon hele mooie rubber stempels. En het mooie is dat dit één enkele stempel is. Waardoor je dus niet een hele set hoeft aan te schaffen. Om toch met één stempel een hele leuke mannenkaart te kunnen maken. Nou, inkleuren. Gaat allemaal zoals ik je nu laat zien. De manchetten en de boord van het overhemd of wat hij er dan onder heeft, doe ik met light blue. En het gezicht heb ik gedaan met flash. En eigenlijk ook gewoon één kleur. Nou, dit knip je uit. En dan komt het er zo uit te zien. Die had ik al even voorgedaan, maar dan hoeven jullie niet te wachten op het knippen. Ik laat dus de letters of de cijfers voor wat het is, want daar heb ik een trucje voor, zodat je die straks toch nog op je kaart te zien hebt. Wat ga ik nu doen? Even kijken of deze droog is. Ja, die is droog. En die ga ik even op maat snijden. Even wat pakken. Om dat te doen. En dat is hem geworden. Nou. Om nu toch die achtergrond van de stempel op je afdruk te of op je achtergrond te krijgen, moet je weer even met je stamping tool bezig. Zo. Ik hoop dat jullie het zo zien. Ja. Ik ga hem vastleggen. Wel weer met de magneetjes. Ik moet even de stempel een beetje afstempelen. Want anders dan geeft hij af. En als ik hem niet goed heb liggen, dan is de achtergrond verprutst. Dat wil ik natuurlijk niet. Dus op deze manier stempel ik hem even een beetje af. Want helemaal goed schoon hoeft hij natuurlijk niet te zijn, omdat je toch met dezelfde stempel verder stempelt. Nou. Dan leg je hem weer op de plek waar je hem ongeveer hebben wil. En ik denk hier dat het prima is. En ook dan ga je hem weer beinkten. Met de eigenval. Ook op een gladde achtergrond. En vooral met alcohol inkt. Als je zeg maar Jupo hebt of Chromolux. Is een eigenval of een Stason inkt ook het fijnste om te stempelen. Want dat droogt het snelst. Nou.
Kijk, en zo druk je hem dan af. Nou, ook dit moet wel even drogen. En je kunt dat met de heat tool doen. Ik ben altijd nog wel van dit aan de lucht laten drogen. Waarom? Omdat je dan niet zo snel de achtergrond laat bobbelen. Dus beter is het om het aan de lucht te laten drogen. Nou heb ik dit al natuurlijk voorgewerkt. Dus ik heb hem al een keer extra gemaakt. Lag gisteren natuurlijk ook al klaar, maar goed. En nou, dat is dit. Dan ga je daar je uitgeknipte mannetje ook weer opplakken. En je ziet, dan komt net de rest van de stempel erachter weg. En als je hem goed opplakt, ziet niemand dat. En lijkt het net één geheel. Ook hier gebruik ik de Tombow voor. Netjes volgens de lijntjes een beetje, zodat hij er strak op zit. Ja. Wat ik dan nog wel eens doe, is hem aandrukken met een stukje schone keukenrol. Stel dat je je vingers niet helemaal schoon hebt, dan geef je tenminste niet af op je afbeelding. En mocht er eventueel iets lijm onder vandaan komen, dan gaat het ook gelijk in je keukenrol zitten. Zo. Dit mag weer even aan de kant. Dan hebben we natuurlijk de basiskaart nodig om nog een mooie tekst op te stempelen. Ik heb heel vaak dat ik een witte basiskaart gewoon zelf maak. En dat doe ik dan van het China stampingkarton. Dat is lekker dik. 300 grams. In zo'n pak zitten 60 vel, dus daar kun je lekker lang mee. Maar hier kun je ook gewoon heel goed op stempelen hoor, op dit karton. En nu ga ik dat ook nog doen, want ik wil er nog een tekst bij hebben. En dat kan heel goed. Wat ik dan doe is, ik leg mijn kaartje waar ik hem wil hebben er al een klein beetje op. Ik plak hem alleen nog niet vast. Dan zoek ik mijn tekst die ik erbij wil hebben. En ik heb vandaag gekozen voor Hello Handsome, Happy Birthday. En die komt uit de Woodweer Text Set One for the Boys. En daar zitten best hele leuke teksten op. Happy Birthday to the Man of the Moment, bijvoorbeeld, is ook een hele leuke. Nou ja, Big Hugs, dat kan natuurlijk altijd, kan voor iedereen. Daar heb ik mijn de stempel uitgehaald die ik dus wil gebruiken, Hello Handsome. En daar heb ik Versamark bij nodig, omdat ik de tekst wil gaan, hoe heet dat, embossen. Goed. En voor de embossing heb ik ook altijd even een stukje kopieerpapier klaar liggen, dubbel gevouwen, zodat ik mijn embossingpoeder weer kan opvangen. Ik gebruik vandaag de Primary Beautiful, want die past wel bij de kleuren van het mannetje wat ik erin heb gedaan. Nou, ik ga de stempel gewoon beinkten met de Versamark doorzichtige inkt. En waarom heb ik nou deze er al opgelegd? Zodat ik een beetje kan inschatten waar ik mijn stempel wil gaan zetten. Zodat ik de hoogte goed heb. Nou, ik denk dat die hier wel goed is. En nou mag die wel weg. Even goed aandrukken. Zo. Dan leg ik mijn kaartje op het opengevouwen blaadje van de kopieerpapier. En ik strooi de Beautiful eroverheen. Het is een hele mooie blauw-groenige tint. Maar je kunt het natuurlijk ook altijd met zwart doen. Hè? Dan wordt het, op zich had het ook gekund, maar dan wordt het wat harder en dit is iets lieflijker. Nou, zoals je ziet zit de embossingpoeder er mooi op. De reststand gaat terug in het potje.
zonde om dat weg te gooien. Dus. En dan ga ik verhitten. Ik heb de heat tool nog niet gebruikt vandaag, dus ik laat hem even voorverwarmen. Dan gaat het sneller. Als dat ik hem nu al begin te... boven te... ja, hoe moet ik dat zeggen? Te verhitten. Dus, nou ja, en dan als het goed is, zie je zometeen de embossingpoeder smelten. En zo gauw het gesmolten is, is het goed. Dan zit het vast. Je moet alleen zorgen dat alles gesmolten is, zodat je niet de helft vergeet. Nou, dit is klaar. De tekst is alweer klaar. En dan hoeven we alleen nog maar dit gedeelte erop te plakken. En ook dat kun je weer gewoon met de Tombow doen. Maar je kunt het natuurlijk ook, als je dat liever wilt, met een tapeje of iets doen. Maar goed, ik heb nu de Tombow, dus we blijven even bij de Tombow. Nou, en dit is dan het eindresultaat. En dan kun je zien, en dat valt natuurlijk niet zo heel goed te zien op camera, maar er zit gewoon een heel mooi glimmertje in die pearls. En vooral door het pearl karton is het nog weer extra. Ik zal even het verschil laten zien. Moet ik even kijken of ik nog een voorbeeldje heb. Ja, ik had net toch twee kaartjes gemaakt volgens mij in het groen. Maar ik alleen niet meer die ene gelaten heb, jongens. Dat heb ik nou altijd, hè. Dan ben ik ergens mee bezig. En dan is het aan de ene kant gaat alles naar rechts. Gaat altijd naar rechts, zeg maar, van oh, dat heb ik gebruikt, dat hoef ik niet meer. En dan ligt dus, wat je het eerste daar neergelegd, ligt onderop. Goed. Met die pearls. Als je dat dan doet, zeg maar, op de manier zoals ik dat net gedaan heb, dan is de achterkant van de pearlkarton is eigenlijk niet echt doorgetrokken. Ik heb gisteren ook even geprobeerd om met gewone alcoholinkten erop te gaan. Op dezelfde manier. Ik heb dan een druppeltje laten vallen. Maar dat trekt het dus helemaal door. Dus voor de gewone alcoholinkten is die pearlkarton niet zo goed geschikt. Maar voor de alcoholinkten pearls is het pearlkarton wel heel goed geschikt. Nou, verder de pearls kun je dus ook net als gewone alcoholinkten op de Jupol gebruiken en op de Chromolux gebruiken. Dan gaat het natuurlijk bij beide heel goed. Dan nog even de Hello Baby kaart. Even kijken. Nee, eerst even de Hello Handsome. Die is dus vandaag gedaan met het Sublime en het Tranquille. Of ik weet niet hoe ik het anders moet zeggen. Tranquille. En de Hello Baby kaart heb ik op dezelfde manier gedaan. Maar dan met Deception en Alchemie. Daarvoor heb ik deze stempelset gebruikt. Ook de gewone tekst gebruikt van Carabel Studio. En het babytje. Dat babytje heb ik natuurlijk ook weer ingekleurd met Sigs. En daar heb ik op de vleugels ook nog de brus, Wink of Stella brus gebruikt. In de clear glitter. Dan krijg je nog weer een extra mooi glittertje eroverheen. Nou, volgens mij ben ik zo wel klaar. Heb ik zo alles uitgelegd. Mocht je dit nou heel leuk vinden en mocht je die alcoholinkten heel leuk lijken, dan heb ik vandaag alleen, en ook echt alleen voor vandaag nog, kun je via onze site, als je de volgende code gebruikt, 14 maart, want het is vandaag 14 maart, maar ik heb dat ook wel hierboven gezet, dus je kunt straks terugkijken. Als je 14 maart gebruikt als kortingscode aan elkaar, dus 14 maart aan elkaar geschreven, krijg je 10% korting op alles wat ik vandaag gebruikt heb en ook alle andere alcoholinkten. Dan kun je dus ook de link gebruiken die hierboven staat straks als je terugkijkt. Nou, en dan tot vanavond 23:59 om 00:00 10% korting op alles wat ik gebruikt heb. Nou. Jongens, dames, moet ik zeggen. Fijn dat jullie toch allemaal bij waren. Super, op dit rare tijdstip. Jammer dat het gisteren niet lukte, maar blij dat het vandaag wel gelukt is. Ik ben er binnenkort wel een keer weer. Ik weet niet precies wanneer, maar dan laat ik natuurlijk wel weer weten. Ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Ik vond het leuk dat jullie er waren. En
tot de volgende keer. Doei doei!